Ciao a tutti. Goedemorgen. Het is eventjes geleden dat ik wat gepost heb. We zitten hier nu een weekje op ons eigen terrein. Het is alleen best pittig geweest de laatste week, want we kwamen hier aan en we wilden gelijk zoveel. Dus we zijn gelijk in volle versnelling gegaan. Maar ik wilde jullie nou toch een keertje meenemen, een klein beetje in onze tuin alvast. Hier hebben we onze oprit. Dan kunnen we de auto kwijt, onze kleine stroomversnelling. En hier hebben we ons huis. En dan neem ik jullie een beetje mee. Hier zijn we al volop bezig geweest met bosmaaien. Ronnie die heeft de bosmaaien gekocht. En daar hebben we dus allemaal fruitboompjes ontdekt. Saartje, ga je mee? Kom! Nou, hier zo zijn wij ook lekker bezig geweest. We hebben hier een fantastisch stroomversnellingje. Dus willen we hier beneden aan een pad creëren. Dus is Ronnie al met een trap bezig. Daar hebben we de stallen. En ik weet nu eventjes niet waar Saartje is. Oh, die komt er ook aan. Dan lopen we een klein stukje zo deze kant op. Hier hebben we een barbecue gecreëerd. We hebben al een paar keer heerlijk gebarbecued. En een leuk zitje, ook met onze vrienden. Hier zien jullie de stallen beter. En ons huis. Hier zaten vroeger allemaal jachthonden. Gaan wij niks meer mee doen. Dus uiteindelijk gaan we dat gewoon slopen. Maar voor nu is het wel eventjes goed zo. Want dan gaan we dingen weer slopen die we eigenlijk eerst dingen moeten gaan opknappen. We hebben zoveel op ons wensenlijstje dat we willen gaan doen. Dus dat gaat natuurlijk niet allemaal tegelijk. Nou ja, hier hebben we een leuk stuk. Dat hebben we gemaaid. Maar we hebben ook een stukje ongemaaid gelaten. Want daar heb ik een bloemenmix in gestrooid. Voor bijen, vlinders, vogeltjes en een wildmix. Dus dat is onwijs gaaf, hoop ik, over een week of 6, 7. Dan zal het hier voorop in de bloei staan. De reden daarvoor is dat het hier eigenlijk te schuin was voor de grasmaaier. We hadden een grasmaaier gekregen. Maar die was na 2 dagen was mijn dek al kapot. Want ja, eigenlijk was die daar natuurlijk ook niet voor gemaakt. Dus ik neem jullie een klein stukje mee. Deze kant op, volgende keer neem ik jullie verder mee. Want hier heb je nog een pad. Je loopt helemaal door naar achteren. Heb je ook nog een mooie waterval zitten. Daar zit ook nog een leuk plaatje. Of in ieder geval waar we een plaatje kunnen gaan creëren om lekker te gaan zitten. Zoals jullie sommigen al hebben gelezen op Facebook. Hebben wij op dit moment geen internet. En moeten we iedere keer een horrorpad opgelopen. En dat is hier. Dit is een klein stukje van het horrorpad. Dat is 0,75 kilometer lang naar boven, maar wel gelijk 70 meter hoog. Dus het is best een behoorlijke klim om hier internet te krijgen. Dit is dan het vlakkere gedeelte. Hier zo. Bij die verhoging willen we graag een vuurplaats gaan maken. Dat we gewoon lekker gezellig een kampvuur kunnen maken. Deze kapschuren willen we dadelijk gaan opknappen. Zodat we daar lekker in de zomer in de schaduw kunnen relaxen. Het zwembad zal uiteindelijk
hier moeten gaan komen. Maar voor voorlopig doen we die eerst eventjes hier zo. Want als er al een zwembad staat, dan kun je ook niet gaan graven voor een ander zwembad. Dus dat schiet natuurlijk ook niet zo goed op. Nou ja, goed, wat jullie hier zo zien, dat is de buitenren van de kipjes. Maandag gaan we kippen halen. Dus dat is morgen. Dan hebben we een gezinsuitbreiding. Want we hebben hier 4 stallen. De eerste is Kevin zijn man cave geworden. De tweede is voor de poes. We hebben een witte poes. Die kregen ze, de vorige eigenaar kreeg die niet gevangen. En wij hebben gezegd van laat hem dan maar zitten. En hier zullen dadelijk de kipjes moeten gaan komen. En voor de vierde hebben wij nog geen idee wat we gaan doen. Het is allemaal zo groot en we hebben zoveel plannen. Nou ja, de grasmaaier is natuurlijk kapot gegaan. Dus die is Ronnie aan het proberen te maken. Want we kunnen niet zonder. We kunnen natuurlijk niet zonder de grasmaaier. Dus we gaan hem provisorisch proberen te maken. Hier hebben we nog een opslagruimte. Ik weet niet of dat te zien is of het te donker is. Maar daar hebben we nu alvast heel veel spullen staan voor de gastenverblijven. Zo, kom. Ga je mee? Nou, dan komen we hier bij ons huis uit. We hebben daar beneden hebben we de grote garage. Dit is de keuken voor de gasten. Maar ook voor voorlopig nog even voor onszelf. En we hebben hier echt al wat avondjes lekker met de open haard aangezeten. Dat is echt een fantastisch plekje hier zo. Hier hebben we verse pizza's ingemaakt van de week. Werkt fantastisch. Dus we gaan nog hout scoren en dan kunnen we lekker verse pizza's gaan bakken. Nou, dit is dan de keuken. En ja, die moeten we nog wel gaan verven. En dat was mijn taak vandaag. Dus daar ga ik straks mee aan de slag. Dan heb je hier zo boven ons eigen verblijf. En dan zal ik jullie nu meenemen naar boven. Het is nog wel een zootje hoor. Want we zijn natuurlijk volop bezig. Maar dan gaan we het gastenverblijf in. Een kleine sneak preview met hoe het eruit ziet. Er moeten een paar trappetjes op. In het trappenhuis. Maar... dan komen we hier bij de gastenverblijven. Dit is de hal. Nou, hier zien jullie al de woonkamer. We zijn al een beetje aan het verven geweest hier. Hier komt een kleine kitchenette. Maar de verf is hier niet zoals wij willen, want dat krijgen we dus niet weg. Terwijl we het hier al 3 keer geverfd hebben. Dan lopen we naar de grootste. Dit wordt de zomerkamer. De laatste muur is niet gedaan. Er komt echt iets super gaafs op. Nou, dat is een sneak preview met alle spullen. Hier hebben we heel veel spullen staan voor in de gastverblijven. Dit moet allemaal nog wel geschilderd worden. Waar de spullen stonden, dat wordt de lentekamer. Dat wordt de herfstkamer. Uiteindelijk wordt dit een soort speelkamer met allerlei spelletjes. En hier de badkamer. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze sneak preview eventjes te zien van ons huis. Het is een snelle en kleine rondleiding. Ik hoop jullie binnenkort natuurlijk gewoon veel meer te kunnen gaan vertellen.
En te laten zien met wat we intussen allemaal gedaan hebben. Maar ja, als je dan hier zo op het terras staat, vanuit het woonkamertje, dan heb je toch gewoon een fantastisch uitzicht. Nou, tot snel weer. Doei. Ciao.